heb net pakketje binnengekregen en ik had al gezegd dat ik natuurlijk post zou binnenkrijgen. En ik ben weer klaar. En dan ga ik nu maar lekker even de shirt passen die ik gekocht heb. Super tof dat je kijkt naar Glonel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ga nu lekker schoenen aantrekken. Alleen de telefoon zit in mijn broekzak. Die irriteert me. Dus zou ik even eruit. Maar dan ga ik nu even lekker schoenen aantrekken. En ik ben benieuwd wat voor weer het vandaag is. Dus gaan we zo meteen ook even kijken wat voor weer het is. Ik zat op mijn telefoon te kijken. Het is vandaag wel 16 graden. Maar wat bedoel ik dan wat er weer is? Ik wil weten of het zonnetje schijnt of niet. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Dus dan gaan we dadelijk even naar kijken. Ik hoop dat het vandaag gewoon een super lekker weer gaat worden. Als het goed is, maar dat ik niet, gisteren niet verwacht dat het niet zou regenen. Maar blijkbaar dat gisteren geen regen. Was aan de ene kant ook wel een beetje lekker. Klinkt misschien raar, maar ik ga nu dan dadelijk even rolgordijn opengooien. En kan jij eten geven? Want je staat ook te stampelen om te eten te krijgen, hè Ganya? En nu kijken wat er weer is. Hoe de weer eruit ziet buiten. Daar ben ik echt enorm benieuwd naar. Ziet er lekker helder uit. Ziet er helder uit. Maar ja, even alleen deze knoopje dicht doen. Want dat moet ik even doen. En dan klaarmaken om lekker Ganya de broekjes te geven. Hé Ganya? Ja. Hij gaat altijd dan met zijn pootjes, gaat hij dan naar me toe. Ik denk van waarom? Dan kan ik een bak koffie zetten. Koffie drinken. Dan heb ik even wat trekken in koffie. Het is lekker zoals het er is. Lekker wakker worden en met een bak koffie. Ja, dat is gewoon heerlijk wat er is. En ik heb nou deze keer gelijk hieronder ook weer nog een kort shirt aangetrokken. Want ik dacht, ik ga elke keer uit mijn werk, doe ik andere shirt aan. Ik dacht, nou doe ik gewoon een korte shirt onder. Dan heb ik nog een lang warm shirt en dan, ja. Ja, jullie weten wat ik bedoel. En dan, en nu lekker bakken koffie zetten en dan editen. Ik heb al net geëdit en wat ik even snel even zit te kijken is nieuwe partijleider van CDA. En ik had het al een beetje vermoeden. Het is Hugo de Jong, nieuwe lijsttrekker van CDA geworden. Had ik al verwacht. En ik ga zo meteen klaarmaken om lekker naar mijn werk toe te gaan. En dan even werken. 4 uurtjes. Ik ben benieuwd hoeveel vulling is. Maandag was wel weinig. Gisteren was best wel veel. Ik ben benieuwd wat er vandaag is. We gaan het morgen dadelijk zien hoeveel de vulling is. Maar dan ga ik nu even klaarmaken. En dan lekker werken. En dan ook nog met de groep eten. Ik weet wel wat ik ga eten, want ik heb uitgekozen. Elke dinsdag ga ik een bovengroep eten halen. En dan mag ik kiezen. Weten jullie dat ook? Dat is elke cliënt anders. Maandag is er iemand. Voor woensdag ben ik het. En ja, dus weten jullie dat ook. En ik ga even maar klaarmaken om naar werk. Ik heb net pakketje binnengekregen. En ik had al gezegd dat ik natuurlijk post zou binnenkrijgen. Dat ik iets zou bestellen. En dat heb ik nou binnengekregen. Dus gaan we dat even nu uitpakken. Want ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet namelijk. Alleen best wel irritant altijd hoe die vastgeplakt zit. Ik doe het gewoon zo. Zo. Hoppakee. Ah. De bon. En broekie. Denk je broekie, broekie? Ja, broekie. En wat voor broekje is het? Een mooie, fijner broekje. En is het nou een zwembroek of niet? Een apart gevoel? Nou, het is S, maar hè? Fijner broek? Aparte fijner broek dan. En een Feyenoord shirt. En die is ongelooflijk mooi. Zo, de voorkant, achterkant. Mijn naam erop natuurlijk, mijn nummer 7. Hoe mooi vind ik het. Met de Eredivisie logo erop. Dus het is echt officiële en ik vind hem prachtig. Ja, ik vind hem mooi.
Ik ga hem zo meteen passen, maar wat ik eerst ga doen is lekker eten. En dat gaan we sowieso doen. Want het is over een half uurtje, over een paar minuutjes is het al half zes. Tijd gaat hard ongeveer, zo te zeggen. Ik ga nu even maar klaarmaken om lekker Ganja te eten geven. Die moet ook weer eten. En ik ga even een beetje finos pakken. Twee dingen doen dadelijk, even dadelijk. Ik ga deze shirt passen met een broekje. En ik ga nu even lekker scheren. Laten we dat ook even maar lekker doen. En ik ben benieuwd hoe die shirt gaat passen in ieder geval. En hoe... Ja, laten we hem nu even scheren. Ik ben gewoon wel benieuwd hoe het past. Maar ik kan het echt niet geloven dat die broekje nou echt een voetbalshirt broekje is. Lijkt mij echt meer een zwembroek eigenlijk. Maar ja, we gaan het zien. En we gaan maar even scheren. Maar laten we dat even doen. Ik ben weer klaar en dan ga ik nu maar lekker even de shirt passen die ik gekocht heb. 3 dagen terug volgens mij, ja 3 dagen terug. En dat is deze shirt en dan gaan we die even passen. Dus laten we dat even doen. Dus gaan we die shirt even passen. In 3, 2, 1 heb ik de shirt aan. Zo, de shirt heb ik aan, boom! Laat ik even van die kant zien. Zo. Staat hij me dan? Zo ziet hij helemaal eruit. Ik vind hem wel ongelooflijk. En echt ongelooflijk mooi. Dit kan ik jullie wel zeggen. Ik vind hem echt ongelooflijk mooi. Ik laat even weten in de reactie hier beneden. Wat jullie ervan vinden. Ik vind hem ongelooflijk mooi. Dit is dan als ik hem omdraai. Wat erop staat. Dit. Dus ja. Dus dit wat ik zie, zien jullie ook. Mijn achternaam, S.Pad. Ik vind hem ongelooflijk mooi. En ik vind hem goedgekeurd. Dus de logo is anders. De logo is trouwens veel anders dan een jaar terug. Dit is van, niet meer van zo'n papier, maar het is wat anders. Want eerst was het zo'n dit spul. En nu is het echt meer plakkerig. Ik vind hem echt ongelooflijk mooi. Hij is erg vet. Dik shout-out naar Feyenoord in ieder geval. En ik vind hem echt ongelooflijk. Zoals jullie gezien hebben, heb ik een wasje gedraaid. Ik ga die mand weer terugzetten waar die stond. Maar zoals jullie hebben gezien, had ik geknoeid met een schoonmaak. Ja, echt lekker handig. Maar maakt niet uit, morgen kan gebeuren. En ik was lekker toevallig ook lekker Kees van Kei Roorgels aan het kijken. Dik shout aan de rij Kei. Want ik vind hem ongelooflijk leuk hoe hij doet. Met zijn YouTube poppenkastjes hier aan het maken. Hij heeft er nog eentje en duurt een uur. Die ga ik misschien ook even kijken en dan haal ik even een bedje in. En ik ga hier lekker slapen. Wat ik wel vast ga doen is lekker rolgordijn naar beneden doen. En dan lekker pitten. Lekker pitten. Dus laten we dan de rolgordijn dicht doen. En dan lekker gaan pitten. Nou, dat maar gaan doen. Zo. Rolgordijn naar beneden. Dus... Die ga ik hier ook gelijk bij vlog afsluiten.
Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je meer abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers. Gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Ik heb net geëdit en ik had een reactie al gekregen over deze spiegel. Dat de zon is. Het is inderdaad wel zonde, maar gelukkig is dat de spiegel die al kapot was.